Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Naomi van Journal by Naomi. En zoals je ziet is mijn letterbak een beetje leeg. Want ik ben bezig deze gave journal van Paper 24 te vullen met alle dingetjes van Journal Dis eigenlijk. Ik ben begonnen met de diamine. Ik weet niet. Die ik daar koop om die hierin te zetten. En nu ga ik verder om alle washi tapes erin te plakken. In een vorige video heb ik alle diamine gedaan. Dat is nu net 2 minuten geleden, dus ik zit nog onder de inkt. Maar ik sla even wat bladzijden over, zodat ik daar ook nog wat inkt in kan doen in de toekomst. Nou, moet dit genoeg zijn? Anders heb ik wel heel veel kleuren. Ik heb alle rolletjes al even klaargezet en een beetje op soort bij elkaar. En dan gaan we die eens even allemaal doen. Kan er wat bij. Ik laat even wat over, want wie weet komt er in de toekomst nog wat. Gaat het ook nog goed met hier? Ja. Kijk. Ik wil eerst even iets doen. Want dat stoort me enorm. 0,3 is wel goed. Dat wil ik hier ook nog even doen. Maak de bladzijde net even iets meer af. Nou, ik ga daar dus nog een titel doen.
ik kom nog even tussendoor, want die washi-tape inplakken is natuurlijk super saai. Dus ik dacht, ik gooi er ook nog eventjes wat extra achteraan. Ik ga ook alle stempels daar, die ik heb van Journal This, erin stempelen. Zodat ik een Journal This boekje heb. Misschien ga ik ook nog wel met frames doen. Ik ga de stickers er ook nog even bij pakken. En ja, dan heb je een beetje een idee op beurzen. Komende beurs staan we volgens mij zelfs naast elkaar. En dan kan je gewoon in mijn boekje kijken en dan kan je daar kopen. Hoe leuk. Dus ik ga snel verder. Ik heb het boekje off camera eventjes afgemaakt, maar ik wilde hem jullie wel nog even graag laten zien. Want ik heb ingezet wat ik op welke bladzijde kan vinden. Nou, we begonnen natuurlijk met de inktjes. Daar heb ik nog even een mooie titelpagina bij gemaakt. Vervolgens heb ik dat ook bij de washi tapes gedaan. Even door de washi tapes heen bladeren. Hier mist er nog eentje. Ik weet inmiddels waar die ligt. Dus die ga ik nog even pakken straks. Nou, heel veel bladzijden is overgelaten voor nog meer washi tape. Want er komt vast nog veel meer. Het zijn er wel heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Dan de stickers. Ik vond beneden ook nog meer stickers. Dus die heb ik er ook nog eventjes bij geplakt. De background stamps heb ik er allemaal in gestempeld. Dat zie je, heb ik net gedaan. Nog vieze duim van. De frames. Heb even een aantal frames. En daar leuke stickers bij geplakt. En er zijn natuurlijk nog veel meer frames. Dus dat wordt vervolgd. Ik weet dat er nog ergens iets moet zijn. Oh nee, dat was het. Frames was het laatste. Dus dat is alles wat ik nu van Journal This in mijn Journal This boekje heb gedaan. Stempels. Kijk, ik dacht wel, er mist toch iets. Dus ik heb ook de stempels erin zitten. En ruimte voor meer. Ik vind die uil echt fantastisch. Maar moet je ook kijken hoe gedetailleerd die stempels zijn. Ze zijn echt gewoon heel erg mooi. Dus ja, dit is alles wat er tot nu toe in zit. En hij wordt nog wel verder gevuld.
dat was dan de video. Heel veel tussenstops en heel veel andere dingen. Kijk, dit ligt er bijvoorbeeld ook nog op dat papier. Maar dat vind ik zonde om hierin te plakken. Dus wordt nog wel vervolgd. Maar dit is het voor nu even. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.